Dames en heren, welkom bij deze wedstrijd. Mijn naam is Evert ten Apel en Jurie Mulder zit weer naast me. Ja, en we gaan er lekker tegenaan vandaag. Ik hoop dat u net zo uitkijkt als ik naar de confrontatie Wales tegen Engeland. Dat het nationale team van Engeland vaak niet zo goed presteert op de grote toernooi heeft misschien ook een beetje te maken met de zware competitie. Er is immers geen winterstop en in juli zijn alle spelers dodelijk vermoeid. Dat klopt even, maar de beste spelers in de Premier League zijn buitenlandse spelers. En door de bank genomen geen Engelsen. En daar heeft het nationale elftal ook onder te lijden. Nummer 10, Aaron Ramsey. We kennen dit team als een ploeg die zich graag ingraaft rond het eigen strafschopgebied. En de tegenstander geen millimeter ruimte geeft, Jurie. En als je kijkt naar de namen die op het wedstrijdformulier staan, ja, dan wordt het vandaag ook weer verdedigd en gok op de kranten. Ja, absoluut. Kijk maar naar de opstelling. En dit is echt weer proberen de boel achterin dicht te houden. Ja, foutjes van de tegenstander afdwingen en dan profiteren. Maar ik ben heel benieuwd of het vandaag ook weer lukt. We kijken naar de 11 namen van Engeland die in deze formatie gaan spelen. De trainer heeft zijn team als volgt samengesteld. 4-5-1, hoe kijk je eigenlijk tegen dit systeem aan? Ja, je moet spelen naar de mogelijkheden die je hebt. En dit lijkt defensief, maar met de aanvallend ingestelde middenvelders en de opkomende backs kun je best veel gevaar stichten. Al moet ik eerlijk bekennen, dan kijk ik het nu wel van de positieve kant. Rose. Ze proberen via de vleugel een opening te vinden. Ellie. Harry Kane. Daar is het openingsdoelpunt. Daar hebben we niet lang op hoeven wachten. Nee, en nu krijgen we een lekkere open wedstrijd. Wat een schitterend doelpunt. Die zien we inderdaad graag nog eens terug in de herhaling. Kijk eens hoe die hem erin krult. Technisch perfect uitgevoerd. We gaan nog eens kijken naar dat doelpunt. De aftrap met een voorsprong voor de Engelsen. Joe Ledley. Gunter. Mogelijk een goede kans hier. Tikt hem over de lat. En die bal gaat achter. Het is een hoekschop. De corner wordt diep getrapt. King. Die kopbal leek erin te gaan. Maar heel goed gekiept van die doelman. Jordan Henderson. Ja, hij komt nu behoorlijk dicht in de buurt van het doel. Gaat hij uithalen? Ja, vrije kans voor Kane. Zo hoort hij. Hij wordt dankzij uitstekend combinatievoetbal alleen voor het doelman gezet en blijkt vervolgens heel rustig. Een aanval uit het boekje. Dat is zijn tweede. Ze krijgen totaal geen grip op hem. Het doelpunt nu vanuit een andere hoek. Goal for the visitors. Allen. Number 9, Harry Kane. Gestopt door de verdediging. Snel teruggekaatst. Over de lijn, ingooi.
Allen. Nou, dat kan gevaarlijk worden. Gaat hij schieten? We zijn net begonnen en de scheidsrechter moet nu al fluiten voor de eerste overtreding. Sterling. Goeie bal hoor, maar hij heeft even de bal nog niet. Kyle Walker. Engeland kan profiteren van ruimte op de vleugel. Hij slaagt erin die paas eruit te halen. Goed getackled hoor, maar het is wel een corner. Zijn goal nog even mooi in beeld gebracht hoor. Hij neemt de bal binnen de 16 op de vreef en knalt hem in de rechterhoek. Henderson kiest voor de lange van... Smalling! Weg met een opgelegde kans. Ja, natuurlijk. Vol op de pantoffel. En veel scheelt het niet. Heerlijk, hè, zo'n volley, Evert. Ja, daar moet je wel wat geluk bij hebben. Gerrit Bale. Hij komt nu op een afstand dat hij kan gaan schieten. Laten we eens kijken wat hij gaat doen. Hij krijgt daar weinig ruimte om op te bouwen op eigen helft. Henderson. Jordan Henderson. Harry Kane. De vlag gaat omhoog en dat is jammer, want hij was er door. Gerrit Bale. Op zich was die ingreep goed. Wordt dit een doelpunt? Daar is het schot. Een beauty. Er mankeert niets aan de afronding. Maar er gaat ook een geweldige aanval aan vooraf. Ja, voor dit soort voetbal kom je naar het stadion. Maar die paas was van een uitzonderlijke schoonheid. De schoonheid zat hem in die paas even. Geweldig. Laten we die goal nog maar eens bekijken. Dele Alli. Nummer 9. Paul Robson Kane. Walcott. Rose. Dit zal wel eens een kans kunnen worden. Ik ben benieuwd of hij hier een kaart voor trekt. Die bal lijkt goed, maar wordt weggewerkt voor het echt gevaarlijk wordt. Goeie ingreep, maar is de bal alweer kwijt. Wie pikt hem op? Balbezit voor de andere ploeg nu. Kijken of het dat oplevert. Sterling. Oh, dit kan een kans worden. Bal uit, inworp voor Engeland. Slechte inworp zeg, recht naar de tegenstander. Jordan Henderson. Sterling. Eric Dier. De bal wordt voor het doel gebracht. En die hand. Hij zet hier een fantastische hat-trick op zijn naam. En het waren nog mooie goals ook. Nummer 3. En dat maakt een hat-trick. Over rendement hebben we niet te klagen bij deze speler. 3 goals in 1 wedstrijd. Geweldig. We gaan nog eens kijken naar het doelpunt. Goal for the visitor. Allen. Nummer 9.
Harry Kane. Geen aanspeelmogelijkheden dus, maar weer een tikkie terug. Die bal gaat recht naar de tegenstander. Verdediging alert. Die bal lijkt wel de juiste lengte te hebben, maar de tegenstander weet hem toch weg te werken. Gunter. Nou, dat kan gevaarlijk worden. Gaat hij schieten? Allen. Op de wreef en een schot. Jammer hoor dat hij het hoofd niet koel weet te houden. Rose. Loepzuivere paas, komt goed aan. Kane. De Engelsen krijgen een vrije trap toegekend van de scheidsrechter. Wat een blinde sliding, hij neemt de speler mee. Hij maakt de sliding, maar daarbij raakt hij de man. Oei, dat was een uitstekende vrije trap. Ja, de doelman pakt hem. Oh, dat kan een dure fout worden. Joe Ledley. Taylor. Nou, hij gaat schieten of probeert hij toch nog dichterbij te komen? Die paas wordt doorzien. Gareth Bale. Ramsey. Zo, wat een redding van die doelman op die inzet van dichtbij. Wat een reflex, Evert. Schitterend om te zien. Geweldige paas. Joe Ledley. Als je zulke ballen gaat geven, hou je de bal nooit in de ploeg. En de keeper krijgt het op zijn heupen. Hij voelde zich... Die bal gaat recht naar de tegenstander. Eric Dier. Sterling. We krijgen maar liefst 4 minuten blessuretijd. Een lange bal om het spel open te breken. Allemachtig, prachtig, wat een uithaal. Die bal vliegt werkelijk tegen de touwen. Schitterend doelpunt. Dit had ik niet verwacht, maar van deze afstand. Ja, wie niet waagt, wie niet wint, dat blijkt maar weer eens. Schitterende treffer, hij haalt vernietigend uit. Wat een geweldige goal. Hij zag de ruimte net buiten het strafschopgebied en hij raakt hem echt fantastisch. Wat een weergaloos schot. De trainer besluit te wisselen. Ik denk een voorzorg, Jury. Zo ernstig ziet die blessure er ook niet uit. Ja, ik denk dat de trainer niet het risico wil lopen dat het erger wordt. Hè? Dat je alsnog iets afscheurt. Dan kun je beter het zekere voor het onzekere nemen. Adam Lallana. Ja, hij gaat richting doel van de tegenstander. Eens kijken wat hij nu gaat bedenken. Geef hem voor. We gaan rusten bij 3-2. En eens kijken wat de tweede helft ons gaat brengen. Jongen, wat heeft hij de eerste helft heerlijk gespeeld, zeg. Tja, hij mag niet klagen met die hat-trick in de eerste helft. Hè. En hij heeft tot dusver echt het verschil weten te maken. De bal is weer aan het rollen hier op Ivy Lane. De tegenstander kan de bal onderscheppen. Er wordt niet gefloten, voordeel dus voor Engeland. Oh, wat is hij toch balvast. Geen probleem. Harry Kane! Daar is opnieuw een goal. Is dit de beslissing, Jury? Wat denk jij? Je zou het toch haast denken. Er zijn gekkere dingen gebeurd in het voetbal, Evert. Maar de tegenstander zal aan de bak moeten als ze hier niet met de nederlaag van het veld willen stappen. Kane schrijft een doelpunt bij. Knap gedaan van deze Engelsman. Die zijn waarde weer eens voor zijn elftal bewijst. Ja, moeten we toch zeggen. Goal
Gareth Bale. Allen. Joe Ledley. Hij neemt de bal mee richting het doel. Gaat hij voor eigen succes? De tackle was goed, maar levert geen balbezit op helaas. Kane. Nee, die bal gaat er natuurlijk nooit in. Zo'n afstandsschot moet veel en veel beter. Nou, dat was toch een grote kans. Dat ziet hij zelf ook wel in. Allen. Ja, ook die bal komt keurig bij een medespeler aan. En zo gaat het al de hele wedstrijd. Dele Alli. Mogelijk een goede kans hier. Dit mislukt, maar wel goed om te zien dat ze het blijven proberen. Doorspelen, gebaart de scheidsrechter. Wie weet levert dit een kans op. Engeland mag het spel gaan hervatten met een vrije schop. Sterling. Hij is hem kwijt, de bal rolt vrolijk verder. Collins. Davis. Ramsey. Bal voor het doel. Het gevaar wordt afgeslagen. Hij weet die paas te onderscheppen. En daar gaat Engeland weer naar voren. Eigen doelpunt. Oh, 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 dit is verschrikkelijk. Een eigen doelpunt. We gaan nog een keertje kijken naar die goal. Een eigen doelpunt, dat is toch wel een nachtmerrie voor een voetballer. Davies. Allen. Nou, hij gaat schieten of probeert hij toch nog dichterbij te komen? Henderson. De tegenstander probeert de opbouw te verstoren. Allen. Dat ziet er goed uit. Een goal zou psychologisch heel goed uitkomen. Rose. Adam Lallana. Jordan Henderson. De ploeg verdedigt de voorsprong door de bal op eigen helft rond te spelen. Wat een geweldige redding van die verdediger, Jury. Ja, op de doellijn. Iets verder en het was een goal geweest. We hebben nog 20 minuten van de reguliere speeltijd over. Gareth Bale. Hij komt nu op een afstand dat hij kan gaan schieten. Laten we eens kijken wat hij gaat doen. Ja, je kunt het proberen van zo'n afstand. Maar dit schot is tamelijk kansloos. Hier hadden we eigenlijk geen doel en technologie bij nodig, Jury. Wij dachten meteen al dat het geen doelpunt was. Nee, dit is duidelijk. Het komt niet eens in de buurt van het doelpunt. Eric Dier. Kyle Walker. Ellie. Ja, natuurlijk. Gewoon proberen. Wat een geweldig doelpunt. Ja, een fantastisch schot. De speler laat de keeper volstrekt kansloos. Een schitterend doelpunt. Daar kun je geen genoeg van krijgen.
Dat was een prachtig afstandsschot. Wat een schitterend schot van grote afstand. Dat zien we graag. Een mooi schot van grote afstand. Laten we dat doelpunt nog eens bekijken. Substitution for Wales. Coming off the pitch, number 7, Joe Allen. Coming onto the pitch. Die voorsprong begint wel erg groot te worden. Goal for the visitors. Het gaat ze makkelijk af, Jury. De supporters zitten te smullen van deze wedstrijd. Ja, dat was ook te verwachten. Ja, ze zijn gewoon een klasse beter. Knap ingegrepen, inworp. Mislukte inworp, wegbalbezit. Joe Ledley. Zo zie je de ballen graag op je afkomen als keeper. Die bal gaat recht naar de tegenstander. Nog 10 minuten te gaan. Vliegende keep noemden wij dit vroeger altijd. Het schot smoort ergens in de verdediging. De verdediger raakt de bal nog aan, dus corner. Wordt hij nu al naar de kant gehaald? Dat is wel een vroege publiekswissel, toch? Ja, of misschien sparen ze hem, want hij heeft echt geweldig gedaan vandaag. En hij verdient ook wel even een applausje in de ontvangst te nemen. Substitution for England. Coming off the pitch, number 3, Danny Rose. To be replaced by number 15, Nathaniel Clark. Hij kiest ervoor om de bal voor het doel te brengen. Gunter. De bal ligt voor het oprapen, ze zijn hem kwijt. Vrije trap. En dat is een van de laatste kansen in de wedstrijd. Hij is hem kwijt, de bal rolt vrolijk verder. Adam Lallana. Die bal is voor de achterhoede, knap onderschept hoor. Taylor. Dat ziet er kansrijk uit. Gaat hij voor een schot? Gefloten voor een overtreding, blijft het bij een vrije trap. Die slijding was niet volgens de regels. De scheidsrechter had geen keuze hier. Wales, coming off the pitch, number 3, Neil Taylor. Coming onto the pitch, number 20, David. De doelman maakt de vrije trap compleet onschadelijk. Uitkijken, geblazen. Oh, dat kan een dure fout worden. Collins. Zonde van die rustige opbouw. Nu zijn ze de bal alsnog kwijt. En we zijn klaar voor de corner. We krijgen maar liefst 4 minuten blessuretijd. Paniek in de 16, waar de verdediging de grootste moeite heeft om het gevaar af te wenden. Church. Nou, hij gaat schieten of probeert hij toch nog dichterbij te komen? Nou, de keeper zal een goede muur moeten bouwen, want die bal ligt ideaal. Die paas wordt onderschept. Goed verdedigd. We krijgen nog een vrije trap, zo vlak voor het einde van de wedstrijd. De scheidsrechter grijpt naar zijn borstzak. Kane. Stuit op de verdediging. Het zit erop voor vandaag. Nou, wat een geweldige wedstrijd van hem. Wat ging hem dat makkelijk af, zeg.
Nou, wat een fantastische wedstrijd van hem. Hij scoorde aan de lopende band even. En goed, die maakte echt het verschil vandaag. Prachtige wedstrijd. Ja, en dat vooral omdat het dus een van de belangrijkste wedstrijden van het jaar is voor deze twee elftallen. En maar ja, één ploeg was vandaag echt stoksterk.